klaar en komen hier. Oh jee, blauw, blauw, blauw. En wat is nou Biddinghuizen? Want ik zie half Europa. Ze zijn allemaal herkenbaar ook aan deze objectjes. NOS-wagen, de koningin, de minister-president, de heer Duiven. Maar niet zomaar door laten lopen, even overleg met deze persoon. Windkracht 3, dat valt mee. Het ziet er goed uit vanmorgen. 15 graden, zonnetje en een wolkje, maar geen regen. Ik zou het niet weten, maar ik ben er al weken mee bezig. Maar we zijn eigenlijk al een paar maanden bezig met het idee en het programma en dat soort zaken. Maar de uiteindelijke uitvoering, dat er zoveel mensen gaan komen, eigenlijk veel meer dan we in eerste instantie verwacht hadden, ja, is alles eigenlijk drie keer groter geworden. Dus het is, daar ben je toch wel even mee bezig. Ja. Het kost heel veel geld, dat is duidelijk. Een paar ton, euro's. Ja. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het een geweldige dag. Ik vind het een unieke dag, unieke mensen, een unieke partij. Geen enkele partij kreeg in de afgelopen decennia zoveel duizenden mensen op een bijeenkomst bij elkaar. En ik moet even kwijt, ik ben daar beren trots op. Goed. We krijgen vandaag heel veel mensen. En die moeten er snel allemaal in. Over het hele champagne gedoe is deze man de baas. Volwassenen champagne hebben we, dat is echte champagne. Geen nep, zoals de PvdA geeft aan haar mensen. Wij geven onze mensen echte champagne. Hebben de kinderen, hebben we kinderchampagne. Oh ja. Kijk, zo wil je dat doen. Nou ja, dan weten we, hebben we een fles open. Ah! Oh, ja. We moeten ze in twee etappes inschenken. Hoef niet zo vol, Harry, jongen. Een slokje, slokje. Deze tijd van de dag, man. Oh. Pop, 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 pop. Die winst boven mensen en het recht van de sterkste boven sociale rechtvaardigheid laten gaan. Voor hen zijn wij in gevaar, denken ze. En dat klopt. Zij zijn het dan ook die proberen de SP weg te zetten als een protestpartij. Een tegenpartij. Populistisch. Conservatief. Dames en heren, welk plakkaat hebben ze nog niet op ons willen plakken? Maar één ding is zeker, al die plakkaten vallen er vroeg of laat weer van af. Ze houden gewoon niet. En dat is niet zo verwonderlijk, want de mensen weten gelukkig wel beter. Lekker weer, hè? Treffend wel. Nou goed, ik kan Marijnis nog zien. Of anderen, dan kan ik eens even wat zeggen. De SP is toch vooral, als geen andere partij, de partij van de ideeën. Ideeën die haalbaar en betaalbaar zijn.
ideeën die we dus ook willen realiseren. Ideeën om de armoede uit te bannen. Ideeën om het VMBO te verbeteren. Ideeën om de bureaucratie in de zorg drastisch terug te dringen. Ideeën om de woningnood te bestrijden. Kijk, investeren in je toekomst bestrijden. Ideeën om de welvaart eerlijker te verdelen over de wereld. Ideeën om een einde te maken aan de graaicultuur door de zogenaamde topbestuurders. Welkom allemaal hier op deze zonnige dag, de 18e mei 2008 in Walibi. Ik ben Isolde, naast mij staat Hans van Heining. Kom Hans, we gaan even... Welkom! Woehoe! Hans van Heiningen. Ja. Ik wil van jou weten, ik zie zoveel mensen. Is dit de grootste SP-bijeenkomst ooit? Dit is verreweg de grootste SP-bijeenkomst ooit. Vandaag gaat het helemaal het dak eraf. Tussen de 8 en 10.000 mensen verwachten hier vandaag. Woehoe! En dit is geen verkiezingstijd, waarom vandaag? Omdat wij voor al onze mensen, wij hebben duizenden mensen die voor ons actief zijn. In de buurten, in bedrijven, op school. Voor al die mensen willen wij iets aardigs organiseren. En daarom organiseren wij dit voor hun gezinsleden, de mensen met wie ze wonen. Om er gewoon een fantastische dag van te maken. Wij vinden de SP een hartstikke goede partij. Goed. Nou, Hans zei het al een beetje. Als het goed is, hebben jullie allemaal een programma. Hij zei het al, je kunt speeddaten met Kamerleden in het reuzenrad, in het treintje. Je kunt foto's van jezelf laten maken als herinnering aan vandaag. Wat hebben we nog meer? Oh ja, en wat heel belangrijk is, bewaar allemaal je toegangskaartje. Kom strakjes allemaal terug om 4 uur. Jan Marijnissen gaat nog iets zeggen, misschien kennen jullie hem wel. Hij doet ook iets bij de SP volgens mij. Dus kom dan terug, neem je kaartje mee, misschien win je nog wat. En ik ga jullie onze allereerste artiest van vandaag aankondigen. En dat is Gabriele Guzman. Jee, dankjewel, dankjewel. Wauw, wat een publiek. Hé! Hey! Wat zei je? En het is nog niet eens middag, inderdaad. Jij bent er ook weer. Paul, ben jij nou klaar vandaag? Haha, is dat een grapje? Ik moet even de telefoon aanpakken. Ik ben een hele simpele jongen, ik poets iedere dag mijn tanden. Maar dan sta je dus, dan wil je dus tandpasta hebben, dan sta je voor een tandpasta afdeling. En dan zie je van één merk, zie je 20 verschillende tubes. En dat wordt dan gezien als vrijheid. Wow, wow, dan kan je kiezen. Pleur gewoon in één tube. Ik sta ook al bij de haarafdeling 3 kwartier na te denken, ja, wat voor haar heb ik eigenlijk? Heb ik normaal haar, droog beschadigd haar? Oh nee, ik zal toch geen futloos haar hebben? Nee, en dan heb je een vitaliserende shampoo nodig, zodat het haar zoiets heeft van ja! De corona's gaan nog muziek maken. En we gaan in het eerste deel het wereldrecord fluiten verbeteren natuurlijk. Met 8000 mensen of weet ik hoeveel gaan we het fluitconcert tegen het kabinet gaan we terugfluiten. Gedurende 20 seconden. En daar hopen wij een echt wereldrecord mee te halen. Er zijn officieel waarnemers van uit Engeland, van het Guinness Book of Records. Die met een hele staf aan juryleden... Het allemaal controleren, tellen, overleggen, noem maar op. En 5 minuten later weten we of het gelukt is. Daar gaan we. 3, 2, 1. We still have to count some whistles that are left over, really, and as soon as we have the result there, we can announce it. But it sounded pretty loud and it sounded like you broke the record. But let's see, wait for the result. Okay. Nou goed, we horen het nog officieel. Er wordt nog geteld hoeveel fluitjes er niet hebben meegedaan. Dan weten we of het echt het wereldrecord was. En we gaan eerst even luisteren naar een nummer van de Corona's. Wij zijn de Corona's. Hallo! Hallo! Wij spelen op uw feest. Kijk!
Wij spelen het liefst een verzoek. Yes. Het is nog nooit zo'n feest geweest. Een hele goede middag, lieve jongens en meisjes, dames en heren. Wij zijn de Coronas. Hallo. En wij spelen alleen maar verzoekjes. Spreek alvast uw lievelingsnummer, een lievelingsartiest, een lievelingsgenre, een lievelingstijdperk, wat dan ook. U kunt alles aanvragen, want de Coronas spelen werkelijk alles. Alles! Oh ja. Hallo, wij zijn de Coronas. Het wordt nooit zo'n leuk feest als wij niet zijn geweest. Mag ik even inbreken? Ja, oh, sorry, ja, dat mag, heel graag. Sorry, ja. Sorry. Maar ik dacht, willen jullie weten of er een record is gevestigd? Ja. Want, volgens mij is de uitslag. Mag ik Christian Teufel vragen om hier naartoe te komen? Please, come here, Christian. En Paul Ulebelt, kom even erbij staan. Christian, I want to know right now, right here. Did we break a world record? The record was at 721 people whistling before. And yeah. 700! So, yeah, we have to figure out now. It's pretty impressive. It's 5,450 people. Which is a new Guinness World Record. Woohoo! Gefeliciteerd allemaal! Jullie komen in de Guinness Book of Records! Woohoo! We are the champions. Hebt u het trouwens gehoord, dames en heren? De heren van 10 miljoen hebben ons gedreigd. Men zei, als jullie doorgaan met het kritiseren van onze miljoenen salarissen, dan gaan wij naar het buitenland. Er is niemand die gelooft dat zo'n dreigement serieus moet worden genomen. Immers, bedrijven gaan hun winstcijfers niet op het spel zetten om reden van een paar topbestuurders die zakkenvullers zijn. Dames en heren, het is allemaal bluf. De SP als de partij van de ideeën dus. Eerder deze maand lanceerde Emiel Roemer concrete plannen om het verkeersprobleem te bestrijden. Zijn plannen zijn heel wat doordachter dan het plan van het kabinet voor een peperdure kilometerheffing. Maar nooit meer. Echt vreselijk. Nee, nooit meer. Agnes Kant heeft onlangs een heel pakket voorstellen gedaan om de thuiszorg weer op orde te krijgen. Met steun van tienduizenden mensen uit de zorg. Want, dames en heren, wij zijn trots op de thuiszorg en zullen blijven strijden om deze prachtvoorziening overeind te houden. Blowing with. Ja, een wereldrecord. Mijn eerste. Dames en heren, u kunt vandaag speeddaten met een Kamerlid van de SP. Alle vragen die u ooit wilde stellen, vandaag heeft u de kans in het Reuzenraad. Wie jij bent? Dunja. Dunja, hi Dunja. Welkom in mijn grondotje. Ja. Waar zullen we het eens over hebben? Jullie mogen me alles vragen. Ik ben sinds de laatste verkiezingen Tweede Kamerlid voor de SP. Ik ben woordvoerder kinderen. Jeugdzorg, kinderrechten, kinderopvang, nou ja, dat is vrij actueel natuurlijk. Barst maar los. Maar ik had net met deze jonge mannen al in de rij erover dat de SP zich meer moet laten zien in het debat, in de media. Ik vind dat de SP zich te weinig laat zien in het Afghanistan-debat. Ik vind het, in het Irak-debat. Ik vind, de PvdA heeft het laten liggen, maar de SP had daar echt altijd op moeten pikken. In het integratiedebat. Maar wij zeggen ook niet dat we weg moeten uit Afghanistan, hè? Nee, maar opbouwen. Ja, opbouwen. Wij hebben gezegd van je zou die troepen in moeten zetten. Ja. In het noorden van het land, waar het nu relatief rustig is. Ja, precies, die rust behouden. En daar gewoon verder gaan met opbouwen. Kijk wat ik zelf heb gedaan onder het ontslagrecht. Ik bedoel, ik ben woordvoerder sociale zaken. Ik heb de Partij van de Arbeid ongelooflijk onder druk lopen zetten.
En dat is gelukt, het ontslagrecht, dat is waarschijnlijk van de baan. Dat gaat niet gebeuren. Maar in het Irak-debat, die Harry van Bommel, die doet toch zijn stinkende best. Had hij ook lid van de SP of is je moeder lid? Mijn moeder. Okay. Maar ik ben ook wel voor de SP. Je kan lid worden van Rood, hè? Dat kan al. Want hoe oud ben je? Ja, dan mag je al wel lid worden van Rood. Want net als in Gouda hebben ze toen een spreidingsbeleid hebben ze gedaan, maar die scholen, het is gewoon mislukt. Kijk, het probleem is ook dat je nu zeg maar enorme schaalvergroting hebt op scholen. En dat je daar dus onbestuurbare scholen krijgt met enorm veel bestuurslagen. En als je dat dus weer terugbrengt, die schaalverkleining, heb je dus een hele hoop scholen om uit te kiezen. En al die managers die kunnen dan weer gewoon voor de klas gaan staan zoals het vroeger was. Nee, want kijk, de staatssecretaris zegt nu, er wordt niet meer opgehokt. Nou, maar dat gebeurt gewoon nog steeds. Ja. Dus iedereen denkt dat het nu over is. Door de week heeft mijn dochter... 3 tot 4 uur dat ze helemaal niks doen. Ja, van de gek. Ja, nou zitten ze gewoon of in de kantine of ze zitten in de klas. Op zich vind ik het dat de SP op de lange termijn visie zich goed profileert met goede standpunten en dingen. En denk ik dus dat Geert Wilders het gaat afleggen tegen partijen inderdaad met een inhoud. En ik denk zelfs dat de komende verkiezingen dat prijsschieten kan gaan worden voor de SP. Er zijn nu ook heel veel werkers in die verpleeghuizen die het ook zat zijn. Hè? Ja. Het is een verzorgingstehuis in Enschede geweest. Ik bedoel, als we straks gaan regeren, hè, de plannen die we willen verwezenlijken, schaalverkleining in de zorg en in het onderwijs, meer wijkagent op straat. Hebben we een plan hoe we het uitonderhandelen met de VVD of met de PvdA of CDA, noem maar wat. Maar, moet ik nog een rondje? Nee, bedankt voor dit debat. Hè? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Hè? Het is zo'n rotstreek van die er nu zitten. Wat voor werk doe je nu? Ik zit in stopkraantjes, dat zijn van die barkraantjes. Voor de verwarming. Van 1 tot en met 10 maken we ze. Van Duco. Ja, ja. Nou, en dat werk doe ik al bijna 18 jaar zit ik daar al. Ja. Nee, ineens moet ik van mijn directeur dat ik eruit word geschopt. Ja, dan zeg ik van nee. Dat en wat willen ze dat je gaat doen? Nou, dat ik ergens anders ga werken, begeleid werken. Zoals bij Waleda, dat is dan voor de registerij. En ik wou niet naar de Sionsgaarde, dat is dan dat plantencentrum. Hey, luister, weet je wat je moet doen? Je moet even met Paul Lempens, contact opnemen. En die loopt hier ook rond. Hij zit hier in een van die bakjes. Ja, goed. Maar het zal een hele kunst zijn om in dat bakje terecht te komen. Ja. Okay. Ik hoop dat we elkaar succes. Nog... Oh, wacht, ik krijg nog even een foto met mij. Oké. Staat hij erop? Even kijken of hij goed gelukt is. De SP is de partij met de ideeën. En dit land heeft ideeën nodig. Want dat is namelijk precies wat er bij dit kabinet aan ontbreekt. Dit land heeft ook leiderschap nodig. En vooral leiderschap met bezieling. Van premier Balkenende hoeven we dat niet meer te verwachten. Ook in zijn 4e rommelkabinet heeft hij niks laten zien. Het boek Balkenende is gelukkig bijna uit. Dit land wil geen nieuw hoofdstuk van dat boek. Wij willen een nieuw boek. Kom maar. Wij willen een ander verhaal wat menselijker is en socialer. En ik zie maar één partij die daarbij het voortouw kan nemen. Ja, ja, het is heel goed. Kom, zeg maar. Ja. En een beetje een hand op zo. Heel goed, ja. Heel goed. En dat is inderdaad, mevrouw, deze partij, de SP, de Socialistische Partij. Helemaal op.
We kunnen voor onszelf de lat niet hoog genoeg leggen. Natuurlijk hebben we met onze historische overwinning van 22 november 2006 een doorbraak geforceerd. Maar daar moet een nieuwe doorbraak op volgen. Het politieke midden in ons land kan het niet. Zoveel is duidelijk. We gaan de komende tijd met de hele partij, letterlijk van Leeuwarden tot Maastricht, van Winterswijk tot Den Haag, buurten in de buurt. We gaan miljoenen kranten verspreiden met dat doel. Mensen overtuigen van de juistheid van onze ideeën en onze standpunten. We gaan met z'n allen, en dan bedoel ik dus echt de afdelingen, de raadsfracties en de Tweede Kamerleden en Eerste Kamerleden, een 500.000 gesprekken voeren om precies te weten wat er leeft en wat er speelt onder de mensen. Dank u wel. En hier is hij. Right here, right now. Jan Marijnissen! We zullen hard moeten aanpakken, oprecht en vasthoudend. Gedreven door ware, oprechte interesse in de belangen van gewone mensen. Geïnspireerd en daardoor inspirerend. Voor de mensen, met de mensen. Dames en heren, wij kunnen dit land veranderen. Wij maken dit land menselijker en socialer. Aan de slag, zou ik zeggen. Dank u wel. Jan Marijnissen! Maar we hebben nog een slotnummer met niemand minder dan Bobski Fosco! Zingen jullie mee met z'n allen? Doe mee met de SP, hey! Doe mee met de SP! Doe mee met de SP! Een school is toch geen markt? En de zorg toch geen product? En wie rijkdom niet kan nemen? Is als mens totaal mislukt. Doe mee met de SP. Doe mee met de SP. Dacht het wel.